Sjoerd, je bent teruggekomen. Vandaag, geloof ik, uit Engeland. Anderhalf uur geleden. 120 miljoen mensen hebben naar jou gekeken. En niet alleen naar jou, maar ook de andere kompanen die met de Spanen in de boot zaten. De wedstrijd Oxford-Cambridge. Ja. Zullen we even kijken, een stukje? Ja. We choose Surrey. And should Hamburger Oxford have chosen Surrey? And they are away. The 156th boat race begins. A surge of power and spray. Adrenaline takes them out, urged on by the noise of the crowd and the cries of the two coxes. Oxford look like they have three quarters of a length. They are moving very strongly here, and the race can be decided in this straight. Cambridge holding on grimly, but Oxford still with that quarter third length advantage. They're pushing now. They are trying to break away a little bit, but Cambridge are creeping back. The blades are very close together now. They're overlapping, trying to keep Oxford out on the outside of the corner. It is going to be Cambridge's victory, and as they pass the finish line, the waters of the Thames run light blue, and huge celebrations for the Cambridge crew. And Oxford, given everything, but they have lost. They have nothing. Ja, wij weten er natuurlijk niks van. Maar is dit een verkeerde timing geweest? Wat is het? Het zijn twee ploegen die heel erg dicht bij elkaar lagen. Dat wisten we van tevoren. En uiteindelijk was het ook een hele spannende, een van de spannendste races in de afgelopen 10 jaar misschien wel. Cambridge heeft het beter gedaan op de dag. Ja, maar betekent dat dan dat zij dat tactiek is geweest? Van jongens, we houden iets in en dan pakken we ze nog eventjes bij die laatste 300 meter? Het is heel moeilijk. Er zit voor een heel groot gedeelte tactiek in, maar de wedstrijd is heel anders dan wat als je überhaupt de roeien gezien hebt. We zien mensen meestal alleen de 6 ploegen naast elkaar de Olympische Spelen. Mm-hmm. En hier zitten 3 hele grote bochten in de rivier en het stroomt heel hard. Dus de positie op de rivier maakt ook heel erg veel uit. En op het moment dat je dus een echte lengte voorsprong hebt, is de race afgelopen. En wij konden niet die lengte voorsprong pakken. En dat was voor Cambridge weer voldoende om in de race te blijven. Het is heel moeilijk te zeggen of wij het nou... Uiteindelijk waren we minder snel bij de finish. Dat is natuurlijk de makkelijkste conclusie. Ja, en daarom heb je verloren. Klopt. Maar er zit heel veel tactiek bij. En we hebben niet op de beslissende momenten doorgedrukt. Is het dan, heb je dan het gevoel dat dat een persoonlijk falen is? Want jij bent de president, hè? Ja, als president is het is heel moeilijk. Ik heb er alles aan gedaan en ik was echt meer dan kapot op de finish. En dan kun je eigenlijk niet zo heel veel spijt hebben. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik had niet het gevoel dat ik iets beter had kunnen doen. Maar als je dan 7 roeiers die allemaal 2 meter plus zijn, huilend om je heen ziet staan omdat ze 6 maanden gewerkt hebben aan iets wat niet gelukt is. Waarom zijn ze allemaal zo lang eigenlijk? Ja, in principe is het hoe groter, hoe beter. Er zit natuurlijk een max aan. Ik bedoel, uiteindelijk wordt het een beetje onhandig. Maar het zijn allemaal grote kerels met een gemiddelde van ruim boven de 90 kilo. En min of meer, hoe langer de halen, hoe eerder je thuis bent. Dat komt. En wat doe jij daar als Hollander tussen? Ik studeer in Oxford. En ik heb in Nederland een beetje geroeid hier en daar. En zo ben ik uiteindelijk in de Oxford 8 terechtgekomen vorig jaar. En ben ik dit jaar verkozen tot president van Oxford. Ja, en betekent dat je dat dan volgend jaar ook weer bent, president? Als het goed is, studeer ik deze zomer af. En als je niet studeert, mag je niet roeien. Dat is eigenlijk de basis. Het is een amateurwedstrijd, dus geen van deze mannen krijgt betaald, mag ervoor betaald krijgen. En ze moeten allemaal fulltime studenten zijn aan Oxford of Cambridge. En zodra je afgestudeerd bent, dan mag je niet meer meedoen. Maar je hebt alles georganiseerd eromheen, heb ik begrepen. Hè? Als president dan moet je ook meepraten over bijvoorbeeld wie de televisiebeelden uit gaat zenden. En, het is een race tussen Oxford en Cambridge. En de 2 presidenten zijn verantwoordelijk voor alles wat je ziet. Dus tot en met de helikopters van de BBC boven je hoofd. En het feit dat er geen andere boot op de rivier varen, is allemaal onze verantwoordelijkheid. Aan de andere kant, we hebben een fulltime studie en zijn fulltime aan het trainen. Dat kun je natuurlijk niet allemaal organiseren in je eentje. Dus het gaat ook voor een groot gedeelte om het delegeren. Maar dat is voor iedere president, CEO, directeur hetzelfde. Je kan niet alles zelf doen, maar je bent wel verantwoordelijk. Want je voelt je eigenlijk wel gewoon een CEO op zo'n moment. Nou, dit is natuurlijk een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar er zijn heel veel... Jij zei het. Ja, absoluut. Ja. Nou, er zijn heel veel aspecten die het tot een succes maken. En daar moet je allemaal rekening mee houden. En dat hoort er allemaal bij. En daarvoor ben je president of ben je de baas, net hoe je het wil noemen. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon een totale traditie. Uiteindelijk gaat het natuurlijk nergens over. Het zijn 8 jongens, 2 keer 8 jongens naast elkaar wie het eerst aan de overkant is, heeft gewonnen. Ja. Maar als 120 mensen het fantastisch vinden en als deze mensen allemaal 12 keer per week trainen en er ook nog fulltime naast een studie op Oxford doen, wordt het eigenlijk wel een behoorlijke prestatie. En
Ja, dat is natuurlijk de lol van sport. Omdat we er met z'n allen naar kijken, wordt het leuk. Ja. En als we er met z'n allen naar kijken, wordt het belangrijk. Maar... Wat zijn het voor types die bij jou in de boot zitten? Want ik begreep dat je ook nog 2 multimiljonairs aan boord had. Ja, dat gaat over de broers, deze 2 die je nu ziet achter je. De Tyler en Cameron Winklevoss, die hebben ooit het idee achter Facebook bedacht. En, Facebook is een sociaal netwerk via de computer. Ja, het is het grootste netwerk ter wereld. En die hebben aan iemand gevraagd, aan een collega op hun universiteit... van kun je dat voor ons bouwen? Zo moet het uitzien. En die meneer zei, ja, dat wil ik wel. En hij zegt, het is volgende maand af. En voordat hij zei dat het af was, stond Facebook. Zag het er precies zo uit als zij het bedacht hadden. En was het niet meer van hun. Nee. En daar hebben ze uiteindelijk een rechtszaak en die hebben ze gewonnen. En daar is een... Daar hebben ze een zakcentje mee verdiend. Een zakcentje? Wat volgens mij, officieel is het... De schatting is 65 miljoen, maar daar wordt niet, geen officiële uitspraak over gedaan. Dus dat weten we niet. Maar zijn het ook allemaal wel slimme jongens die aan boord zitten? Ja, het zijn wel slimme jongens. Dat is ook wel heel leuk, hoor. Dat het hele team bestaat, iedereen bestaat uit jongens die absoluut weten waarmee ze bezig zijn. En het is heel verschillend. Ik bedoel, je hebt jongens die natuurkunde studeren en de hele dag in het laboratorium staan. En je hebt sociale wetenschappen. En deze 2 jongens doen bijvoorbeeld een... Business Administration en MBA. Ja. Dus het zijn verschillende type slimme mensen. Maar ik geloof een uitspraak van jou over een roeier... dat je zei, ach ja, die heeft het IQ van een tuinslang. Nou, dat zal niet over meteen mijn eigen dat zijn niet over je eigen... Nou, wat het verschil is, wat je bijvoorbeeld ziet in Duitsland... en ook wel in Engeland heb je de broodroeiers... die er gewoon echt goed betaald voor krijgen. En dan hoef je niet slim voor te zijn. Je moet wel absoluut iets kunnen. En dat is een heel andere manier van je sport beleven. En wat deze jongens allemaal doen, is geen cent betaald krijgen. Het is een hele stomme investering wat betreft... Je bent een jaar lang bezig, je krijgt niet betaald... en je wordt er alleen maar heel erg moe van. Ja. Het enige wat je eraan overhoudt, is heel veel ervaring. En als het goed is, word je er misschien wel... je krijgt er voornamelijk heel veel ervaring mee. Ja, wat wil jij? Misschien word je er wel een beter mens van. Ik weet niet. Je moet zoveel pijn en doorzettingsvermogen mogen hebben. En daar heb je de rest van je leven wat aan. Maar financieel gezien is het niet de beste investering die je kan doen. Oké, nou laten we dan eens even kijken naar beelden van mensen... die daarna, kennelijk, de rest van hun leven heel gelukkig en succesvol zijn geworden. Want kijk eens wat een ontberingen daar liggen. This is more than just a simple rowing race. This is an event steeped in history. No one who was there would forget the blizzard in 52. Over the years, several crews have fallen victim to the mighty Thames and haven't even made it to the finish line. En TSM, ja? Ik ken het studentenleven een beetje, maar ik ben nooit echt van het roeien geweest. Maar volgens mij is het Nederlandse studentenroeien zo. Volgens mij ben je er ook begonnen dat je een soort topteam hebt... en dat wordt door de hele vereniging gedragen. Mm-hmm. En naar mijn idee moet je dan zoveel mogelijk focussen op je sport. Maar als ik dan hoor wat jij er nog allemaal bij hebt moeten doen... om überhaupt dat te kunnen roeien... wordt daar niet over nagedacht dat je dan zegt... jongens, gaan jullie nou lekker trainen? Dan organiseren wij de rest er wel even om mee. Nou, het idee is dat het niet de gemiddelde... Je kan niet alleen maar goed zijn in roeien om hier aan mee te doen. Ik denk dat is ook wel waarom het zo uniek is. We krijgen er niet voor betaald. En je kan niet alleen maar roeien. Je moet heel veel meer kunnen om hier überhaupt aan de start te verschijnen. Ik denk dat ook wel een van de redenen is... waarom het zo'n indrukwekkende race is uiteindelijk. Wat doe jij over 5 jaar? Over 5 jaar denk ik dat ik ergens in de wereld aan het werk ben. Als wat? Ik heb geen idee. Ik zou wel heel graag een meer commerciële baan willen doen. Ik heb hiervoor een minder commerciële baan als consultant gedaan. En ik denk dat ik voor een meer commerciële positie zou... Maar maak het eens iets concreter. Want je studeert, wat studeer je dan waarmee je dan... je raakt natuurlijk een beetje geïnteresseerd. Wat is dat dan voor man die dat allemaal doet en kan? Ik heb sociale wetenschappen gestudeerd. En arbeidsmanagement en organisatie in Nederland. En doe nu een research master in educatie in Engeland. Het is vooral sociale wetenschappen. Juist. Heb je een auto? Ik heb geen auto, nee. Maar... Ik heb een hele oude fiets.